Nokia is natuurlijk een van de bekendste telefoonmerken die er is. Maar het gaat al een tijdje niet goed met Nokia. Ze verkopen nog steeds heel veel telefoons, maar in de markt voor smartphones zijn ze compleet voorbijgestreefd door de iPhone en Android. Het is zelfs zo erg dat sommige mensen zich afvragen of het nog wel goed gaat komen met het bedrijf. Deze telefoon moet er allemaal veranderingen in gaan brengen. Het is de Lumia 800, de eerste telefoon van Nokia met het Windows Phone 7.5 besturingssysteem van Microsoft. Nokia heeft de ontwikkeling van alle eigen besturingssystemen helemaal stopgezet en gaat vol voor Windows Phone. Met als eerste resultaat dus deze telefoon. Uh, het is het uur van de waarheid. Kan Nokia de concurrentie met HTC, Samsung en Apple nu eindelijk aan? De Lumia 800 ziet er om te beginnen fantastisch uit. Het is echt een van de, van de mooiste telefoons die we ooit gezien hebben. De behuizing is helemaal gemaakt uit één stuk en hij voelt heel solide aan. Hij is met 140 gram wat zwaarder dan verwacht, maar hij is zeker niet te zwaar. Vrijwel de hele voorkant is scherm en het scherm heeft een lichte bolling, waardoor de Lumia bijna geen rechte hoeken heeft. Het voelt echt alsof de telefoon uit één stuk is gehouden. Ik heb wel twee kleine puntjes van kritiek wat betreft het ontwerp. Ten eerste zijn de toetsen aan de zijkant zitten een beetje los en dat voelt een beetje raar aan en dat past eigenlijk niet echt bij de rest van het hele solide ontwerp. En een tweede punt is dat uh, de micro USB-poort zit achter een klepje. Dus je moet het klepje open doen om bij de micro USB-poort te komen. En ja, ik vraag me af of die niet op een gegeven moment gaat afbreken. Maar over het algemeen is het ontwerp van de Lumia prima. Als je de telefoon aanzet valt het scherm meteen op. Uh, de Lumia heeft een 3,7 inch AMOLED-scherm waar de kleuren werkelijk van afspatten. Vooral het zwart is echt zwart. En dat komt heel erg tot zijn recht bij Windows Phone 7.5, uh, want dat leunt heel sterk op uh, contrast tussen zwart en wit. Windows Phone was al mooi om te zien, maar op dit scherm komt het pas echt tot zijn recht. Dan nog wat verdere specificaties. De Lumia heeft aan de achterkant een 8 megapixel camera. De foto's die hij maakt zijn heel behoorlijk. Niet heel spectaculair, maar voor een telefooncamera meer dan voldoende. De batterijduur hebben we op dit testexemplaar niet uitgebreid kunnen testen. Maar op een volle laadbeurt is hij ongeveer anderhalve dag meegegaan. En dat is niet bijzonder lang en ook niet bijzonder kort. Nou, qua hardware zit het dus wel goed met de Lumia 800. Dan de software. Over Windows Phone zijn we al een tijdje best wel enthousiast. Het systeem is origineel en vernieuwend en het is zeker een van de mooist vormgegeven besturingssystemen die op dit moment te krijgen is. Op de Lumia 800 vloeit werkelijk alles over het scherm heen. Maar helemaal perfect is alles natuurlijk ook niet. Het systeem is soms best een beetje uh, beperkt in wat je kan instellen en sommige apps zijn nog niet te krijgen voor het systeem. Dus als je wil overstappen van iPhone of Android is het een goed idee om van tevoren even te kijken of alles wat je gewend bent of je dat ook op Windows Phone kan doen. Een van de eigenschappen van Windows Phone is dat het er op elke telefoon ongeveer hetzelfde uitziet. Er zijn meerdere fabrikanten die telefoons maken met het systeem erop, maar de mogelijkheden om een eigen stempel erop te drukken is klein. Verwacht dus bij Windows Phone geen toevoegingen zoals HTC Sense bij Android. Als je Windows Phone 7.5 al eens een keer eerder gezien hebt, dan weet je wat je krijgt bij de Lumia 800. Nokia heeft wel een aantal eigen apps toegevoegd, die werken nog niet allemaal op ons testexemplaar, maar verwacht er niet te veel van. Het enige wat onze aandacht trok was de meegeleverde navigatiesoftware. We hebben de werking niet uitgebreid kunnen testen, maar het ziet er allemaal goed uit en een beetje goede navigatie-app kost toch al gauw een paar tientjes. Al met al zijn we heel erg enthousiast over de Lumia 800. Het toestel ziet er fantastisch uit en de combinatie met Windows Phone 7.5 werkt ook heel erg goed. Uh, dit is echt een toestel wat de concurrentie met andere smartphones aankan. Wat ons betreft een echte aanrader dus.